augustus 1994. Speciale politiediensten. De Landbouwhogeschool heeft er een, dat wordt gebruikt voor fotovluchten. En ik kom u al. Het totale pakket. Je ziet een van de drie die geeft duidelijk een demonstratie van, laten we zeggen, een beperkte aerobatic. Van het vliegtuig, dat geeft een enorme kick. De vorm van vliegen is helemaal vergelijkbaar zoals het aan de circuit was. Die de gebieden vraagt dat ze zich voor waren. Dat waren natuurlijk ook hele lichte dan moet ik maar even langs de rij Mark Kramer gaan. Ik vind het juist, ik kan alle deze wel, want ik vond het een ongemakkelijker opgeving. Over de omroep. Snelheid van ongeveer 217 km per uur en dan kan een range afleggen van pakweg 1160. En we kunnen ook de stoeltjes even terugbrengen en dan varen hoor, dat gaat niet om. Automatisch weer de gewenste stand die hij dus graag wil. Inmiddels is er één al afgebroken die staat op Soesterberg in de hangar, de opslag, zoals dat heet, voor het Militaire Luchtvaartmuseum. En dat is namelijk de C-10 die 2 jaar geleden helemaal verschilderd is. In de computer te rekenen op de constructie van de 27 die bijvoorbeeld 35 jaar oud is. En een van de vroegere paardjes is uit de productielijn van Fokker, dat deze F-27 geschikt waren om die oefeningen uit te voeren. Er staan ook 2 van deze F-27, maar dan in een maritieme uitvoering, die staan gestationeerd op de Nederlandse Antillen. Dat is in het kader van het statuut wat Nederland heeft in koninkrijksverband met de... En dat is het.
daar natuurlijk nog even een plaatje aan de F-27 van de komende luchtmacht. Speciale demo-kleuren die ons dadelijk in gaat verlaten. En die in Engeland gaat om daar de F-28 gelijk heen. Hier was die nu de kleuren op de kop van de baan komen. We zijn nu als IPO de voorlopen van de haven. Met een vast landingsbestel, dat is eigenlijk het meest opvallende wat we zien in Europe. Stapt hij hieruit de Kijkermot. En de Saab hier. De Saab hier die een motor gezet is van de Rijksluchtvaartschool. Of van de Rijksluchtvaartschool. In de Eeuwen, want tegenwoordig is dat al opgegaan. Catalina uitgevoerd. Bijna 6000 kilometer.
We hebben afgelegd in ruim 28 uur en 30 minuten met een gemiddelde snelheid van 200 km per uur. De bussen deponeren hier op de Airmarkt, dat u een gratis rondvlucht zou kunnen winnen. Daar staat een foto in die echt heel mooi is. Schrik u niet, want daar staan drie motoren op. Denk dan niet dat we de onderweg hierheen met deze Catalina verloren hebben. De foto die u ziet is die van een Dornier 24, een Dornier 24. Perfect. Even luisteren, we blijven.
Ik kan u zeggen dat het een beetje spijt is. Thank you.
van zo'n 25.000 voet. ...6G+ en 2,5 meter. ...is geweest tot aan 1947. Toen werd ermee gestopt. Het was 20. ...van de loopbaan samen met de bestand die we eerder hebben gezien. En de mosquito op het ogenblik de hoofdkeer te wachten tot... Bij Veghel, dan zult u daar een historische vlucht bij.